Hallo, welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Ik ga naar Hasselt, want ik ga eten met Celine. Daarna ga ik nog een paar dingen in de Carrefour halen. En dan denk ik dat ik gewoon terug naar huis ga, maar eerst op naar Hasselt. Dit is mijn outfit trouwens. Ik heb een lange blazer van de Bershka aan. Een, ja, hoe noemen ze dat? Muscle tee topje van de Zara. En een mom jeans ook van de Zara. En mijn schoenen, mijn hakken, zijn niet zo hoog, maar die zijn H&M. Ik heb trouwens deze stoel gekocht in de Carrefour. Oscar is hier. Maar dat blauw kussen, sorry, dat vind ik echt lelijk. Dat ga ik er niet in leggen. Maar wel deze stoel zo. En dan zo met een schapenvelletje erin of zo. Ik vind hem echt super mooi. Maar dat blauw kussen kwam erbij. En Celine heeft die trouwens ook. Die is van de Carrefour. Dus als jullie die zoeken. Ik denk ook dat die eigenlijk voor buiten is bedoeld. Maar dat kan wel echt gerust binnen staan, vind ik. Ik vind het echt mooi. Oscar! Hey! You going crazy? You going crazy? In het tentje? Ja? Yeah? Hey! Pff. Allee joh. Gekke aap. Celine en ik waren gaan eten bij Hawaiian Pokéball of zoiets, denk ik, in Hasselt. We waren daar al eens geweest en dat was wel echt goed. En deze keer ook. Het was echt weer lekker. Daarna moest ik eigenlijk nog naar de gemeente in Hasselt, maar ik mocht niet binnen, omdat het enkel op afspraak was. Dus stond ik daar voor Pietsnot. Maar ja, dan zal ik nog eens terug moeten gaan. En dan ben ik nog snel naar de Carrefour geweest voor die. En dat is alles wat ik heb gedaan. Trouwens van Naked nog kei mooie bloemen gekregen. Zonnebloemen, roosjes en tulpen en zonnebloemen zijn mijn favoriete bloemen. Dus ik ben kei blij met deze. En er stond op, ik weet niet of jullie het kunnen lezen, maar er staat: Congratulations on your second collection with Naked. I'm so happy I got the chance to meet you and work with you. En dat is van Jennifer van Naked, de persoon waar wij alles mee hebben ontworpen en eigenlijk onze contactpersoon binnen Naked. Dat is echt super lief. Het is ook echt een hele grote bos. Echt cute. Ik denk nu dat ik al mijn make-up er ga afhalen, mijn jogging ga aandoen en misschien nog een flow ga doen. En daarna ga ik me denk ik in de zetel ploffen, want het is ondertussen wel al wel later. Het blinkt trouwens echt, maar dat is met dat warm weer. Oh my. Ik ben zo oily de laatste tijd. Ik snap niet hoe dat komt. Als iemand tips heeft voor oily skin. Maar ik ben ook dan weer heel droog hier. Dus ik kan ook niet zo van die matterende dingen opdoen. Want dan krijg ik droge plekken. Dus als iemand tips heeft voor mij, let me know. Dus het is de tijd om te gaan slapen. Het is 12:30. Heel veel van jullie hadden mij op Instagram gevraagd om mijn nighttime routine te laten zien. Alleen mijn skincare routine voor 's avonds. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb mij al ontschminkt met een ontschminkingsdoekje. Zoals je kan zien. Als ik dat niet gebruik, dan gebruik ik deze van Nivea. Maar de laatste tijd gebruik ik heel vaak terug ontschminkingsdoekjes. En I know, dat is niet goed. Maar toch, ik doe het. Dan ga ik als volgende mijn gezicht wassen. Gewoon met gewoon water. Ik denk nog altijd dat dat het beste is voor je gezicht. Als serum gebruik ik de Paula's Choice Resist Intensive Wrinkle Repair Retinol Serum. En dat repareert sun damage, wrinkles en maakt uw huid terug voller met collageen en zorgt dat donkere kringetjes weggaan. Dus dat is wat ik eerst ga doen. Ik gebruik echt maar zo'n beetje, want anders dan is dat heel vettig op mijn huid. Het is best zo'n een vettig gevoel, dat serum, dan moet ik dat zeggen. Maar het werkt echt wel heel goed, want zoals jullie weten had ik hier echt een... Allee, als jullie mijn vlogs al lang kijken, had ik hier zo'n dikke pukkel, wat een litteken had nagelaten. En dat is echt weg. Dan gebruik ik mijn RevitaLash. Dat gebruik ik al best lang. En dat is om uw eyelashes te laten groeien. En believe me, dit werkt echt heel goed. Want ik weet niet of jullie dat zien, maar ik heb best zonder schmink wel lange wimpers. En komt echt door RevitaLash. Je moet dat echt wel eerst 3 maanden gebruiken voordat je echt resultaat ziet. Maar dat is echt zo goed. Mijn is wel bijna op. Daarom dat ik een paar keren zo moet doen. Dan ga ik kijken als ik wat oneffenheden heb. En de laatste tijd heb ik heel veel droge plekken op mijn kin. Daar ga ik dan een serum op smeren. Een soort van corrective cream. Dat zorgt dat puistjes en zo uitdrogen. En deze is van Bruno Vazari. En dat is echt voor lokale pukkeltjes of zo, werkt echt heel goed. En goed nieuws, deze gaan we normaal gezien binnenkort ook op Totally Too hebben. Dus keep an eye on that. Dan ga ik in de tussentijd mijn tanden poetsen, zodat mijn serums even kunnen intrekken, voordat ik de rest doe. Tanden zijn gepoetst en nu ga ik flossen. Want ja, dat doe ik ook elke avond. Ik ben een proper meisje. Flossen is voorbij. Fris in de mond. Nu ga ik oogcrème aanbrengen. Dit is de Biotherm Life Plankton Eye. Looks like this. En die ga ik met mijn ringvinger een beetje zo onder mijn oog aanbrengen. Goed tappen, en deze is goed voor donkere kringen onder de ogen. Want ik heb niet echt wallen, maar wel donkere kringen zoals je kunt zien. Dus daarvoor heb ik dat wel nodig. Die andere kant. En ook de ringvinger gebruiken, want dat is de zachtste. Allee, daar heb je het minst druk op als je dat doet. Dus dat is het zachtste voor de ogen. En de bovenkant wrijf ik ook gewoon zo'n beetje. Dat dat goed hydrateert. En dan, last but not least, gebruik ik Uriage Eau Thermal. Ik kan het niet uitspreken. Maar alleszins Water Sleeping Mask. Dit is een hydraterend masker voor gedehydrateerde huid. Dit ziet er zo uit. En dit is echt heel goed. Het ziet er zo langs binnen zo lichtblauw uit, maar ook meer een gel, zo'n gel gevoel. En deze vind ik echt zalig voor 's nachts, want die hydrateert mijn huid echt heel goed. Ik heb best wel een droge huid met een vettige T-zone, zoals je daar straks kon zien. als ik make-up op heb, wordt er zo vettig na een tijd. Maar als ik mijn huid niet genoeg hydrateer s'nachts, dan... Ik zag dus echt allemaal droge plekken. En ik smeer ook een beetje in mijn nek. Want dan moeten we ook onderhouden natuurlijk. Dat we geen rimpels krijgen daar. En een beetje een decolleté. Dat is ook altijd goed. De overschotjes smeer ik altijd zo. En dat is eigenlijk gewoon alles wat ik doe. 'S Avonds. Als ik nog eens echt een dikke puist of zo heb, dan gebruik ik dit. Dit is van Clean and Clear. En dat is Spot Treatment. Maar deze heb ik wel van Amerika. Dus ik weet niet als je die hier kunt kopen. Misschien online. Ik heb geen idee, maar ik breng altijd zo eentje mee als ik naar Amerika ga. Want dit is echt een wondermiddel als je pukkels hebt. Echt waar, geloof mij. Dit is echt de best stuff ever. De volgende dag is je pukkel helemaal uitgedroogd. Dat doet mij er trouwens aan denken. Ik heb wel een pukkel op mijn rug, denk ik. Ik ga het daarop smeren. Kunnen jullie dat ineens zien? Oh, hier. Oh, ik heb en hier precies ook. Ik heb daar vandaag gaan proberen te pitsen. Maar dat was geen goed idee om eraan te pitsen. Hè. Oh ja, deze pikt, want die is open. Echt zo gekrapt. Oké, voilà. Dan hebben jullie mij mijn rugpukkels of armpukkels, mijn rug zien en smeren. Dat mag ook eens. Zo, dat was mijn avondroutine qua skincare. Nu ga ik slapen. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer.